Leon Eikenaar was als kind bang voor onweer. Totdat hij een keer in de auto met zijn ouders door noodweer reed. Vanaf dat moment was de Emmeloorder verkocht. Het is echt de passie en de kick. Elke keer als er dan onweer komt, dan giert er adrenaline door de lijf heen om er dan heen te gaan. Want ja, het is hartstikke mooi. Ieder onweersbui is net weer anders. De stormjager heeft een speciale auto. Op de wagen zit een weerstation en een zogenoemde onweerdetector. Zo zijn de buien te meten. Vooral voor mij is dat ik graag wil weten wat er in een onweersbui gebeurt. Hoe de windsnelheden zijn, wat een onweersbui precies doet. Ja, weer. Ja, hoppa, ja, die staat erop. Eikenaar ziet de buien steeds extremer worden. Je krijgt steeds meer met Amerikaanse toestanden te maken. Denk hierbij aan grote hagelstenen en eventueel tornado's die hier voor kunnen komen. Ze komen wel geregeld voor met een zwakkere term. Nederlanders noemen het windhozen. De stormjager zou het liefst tornado's achterna gaan in Amerika. Zijn gezin in Emmeloord houdt hem tegen. Hij verwacht wel dat zijn passie in Nederland meer aandacht gaat krijgen. Misschien ooit in de toekomst dat KNMI zegt, we gaan een samenwerking plegen met stormchasers om meer gegevens te kunnen verzamelen van onweersbui en dergelijke. Maar als het echt een verdienstmodel wordt, dat denk ik niet. Overigens beleeft ook een fervent stormjager nog wel eens angstige momenten door onweer. Soms heb ik wel eens kippenvel hoor. Ik heb wel eens momenten meegemaakt dat de bliksem echt 20, 30 meter van me af insloeg. Ja, dan gieren de adrenaline en de kippenvel wel door je lichaam heen.